Yo guys, let's see hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag een speciale video, want ik heb mijn nieuwe PC. Toen ik die PC kocht, het was een voldoening, maar ik zag wel al mijn dagen intratuin voorbij flitsen. But okay, exams are done. Twee lesvrije weken. Dat is fucking bon. Ik heb mentaal afgezien afgelopen maand. Ik ben er ook vrij hard van overtuigd dat sommige mensen denken, what the fuck is uw haar? What the fuck zijn uw kleren? Maar dat terzijde, ik ga morgen naar de kapper, I'm going to fix things. En ik heb het gewoon koud, daarom doe ik die onesie aan. Er is geen verwarming op mijn kamer, dus dat is wel nog een beetje rip. Hiervoor had ik mijn PC die altijd super warm werd, maar ja, deze PC wordt amper warm. Dus er is wel ergens een nadeel aan de nieuwe PC. Maar goed, het is dus de bedoeling dat ik de komende twee weken, gewoon de komende tijd veel regelmatiger ga uploaden. De komende twee weken komen er iets meer video's. Waarom niet? Ik wil nieuw leven blazen in mijn YouTube kanaal. Ik ga vanaf nu voor mijn eigen doelstelling opzetten. En mijn doelstelling is om tegen mijn verjaardag 450 abonnees te hebben. Dat is nog een anderhalve maand. Normaal gezien zou ik daar een jaar over doen ofzo. Dat is geen grap. Ik bedoel, met deze PC kan ik zoveel grave dingen doen. Dat is niet normaal. Voor de mensen die de specs willen weten, kijk gewoon vorige video. Die heeft trouwens bijna 100 views en 20 likes. Merci ervoor. Nu, nieuwe PC, betere content. Allee, dat hoop ik toch. Want wat staat er nu op het schema? CSGO, dus 2 special. Die ik normaal eens in december ging doen. Resident Evil 2 one-shot demo. Ik ga de Half-Life 2 let's play beginnen. En ik ga een Star Wars Battlefront 2 campaign beginnen. Normaal gezien moet ik al 60 fps zijn buiten deze video. Dan deze video moet je niet meerekenen onder 60 fps. Dat moet je niet doen. But how you doing, guys? How is middelbaar? How is leven? Ja, ik ben deze video eigenlijk vrij onvoorbereid gestart. Dat merk je ook waarschijnlijk wel een beetje. But that's okay. Ik verzin wel zoiets. Denk ik. Ja! En dat was ik ook van plan. Een Minecraft Hardcore serie. Een Minecraft Hardcore serie ga ik ook doen. Ah ja! Holy shit! Er komt mij van alles te binnen. What the fuck? Dus het enige nadeel, al ja, tweede nadeel, is dat ik van mijn nieuwe PC ben geswitcht, is dat ik de oude Ed Let's Plays niet kan afmaken. Normaal ging ik Train Fever afmaken in de examenperiode. Ik ging er gewoon nog twee video's online van zetten en dan zeggen iepiepiepiep, Let's Plays afgerond. Is er niet van gekomen, effectief. Ah ja, Pokémon Red wordt ook niet afgemaakt en Alice ook niet, maar kijk, het was de bedoeling dat ik dat ooit ging afmaken. Het kan zijn dat ik Alice Let's Play gewoon eens een keer opnieuw begin. Ik weet niet wanneer, maar misschien ooit wel. Ik ga gewoon een afspeellijst verwijderen en dan ga ik gewoon een aparte afspeellijst maken voor alle Let's Plays die niet af zijn gemaakt. Dat lijkt mij het beste ofzo, denk ik. Maar ik heb niet veel te zeggen buiten dat ik een nieuwe PC heb. Dus ik denk dat ik deze video gewoon ga afsluiten. Ja, ik kan hem ook niet onnodig lang maken, want dan moet ik minder editen. En hoe minder dat ik moet editen, hoe sneller dat er een gamevideo online kan komen. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer volgende keer. En volgende keer meer Gletscher. En ik zeg ciao.